ben Meertekerk en er is een knutselmiddag. Ik ga eens even vragen, wie bent u precies en waarom zijn we hier vandaag? Hallo, ik ben Marcia Rietberg. Ik ben community builder in Moerwijk, een nieuwe functie vanuit de gemeente Den Haag. En we zijn hier vandaag omdat we vanuit de gemeente input willen van de kinderen, wat zij willen qua herinrichting van de speeltuin in de Beatrijstraat. En hebben die kinderen daar ook bericht over gehad? Of gaat dat, weten ze dat al van tevoren? Ja, alle kinderen hebben huis aan huis een brief ontvangen waarin we hebben gevraagd van, goh, willen jullie speeltuin gaan veranderen? Maar dan vinden we het belangrijk om van jullie te weten, wat vinden jullie dan leuk? En de kinderen hebben allemaal kunnen aankruisen of ze willen klimmen, klauteren, schommelen, noem het maar op. En dat hebben ze allemaal gratis kunnen terugsturen. En vandaag gaan we nog meer activiteiten doen naast het schilderen, om van de kinderen te vragen wat ze echt leuk vinden. En op basis van die input gaan wij vanuit de gemeente weer een opdracht verstrekken aan een ontwerper, die een eerste ontwerp gaat maken. En dan komen we weer terug naar de buurt, dat zal volgend jaar voorjaar zijn, om te vragen van, hey, is dit wat jullie leuk vinden? Zo ja, dan gaan we dat maken. En zo nee, gaan we kijken om dingen aan te passen nog. Okay. Dankjewel voor het interview. Ik ga even kijken of er nog wat kinderen zijn. Waarom zijn jullie hier vanmiddag? Nou, wij vonden het hier leuk om hier ook eens een keer ook wat te doen. Want, wat doen jullie anders normaal op woensdagmiddag doen? TV kijken of mijn spreekbord afmaken. Maar jullie willen natuurlijk heel erg graag buiten spelen, wat ik ook begrijp. Ja. Ja, hè? En ook, geldt dat ook voor jou? Ja. Ja. En u bent dus een moeder van de kinderen? Ja, voor haar, ja. Ja. En waarom bent u hier vandaag? Ja, voor de meekomen met de kinderen is anders dan de woensdagmiddag te doen. Nou, ik wens jullie allemaal heel veel speelplezier vanmiddag. En nou, we zien jullie wel een keer in de speeltuin terug, hè, als die weer klaar is. Oké, dank jullie wel. We staan hier op de kinderspeelplaats aan de Beatrijstraat. En naast mij staat Lisa Sakai. Ik ben speelbeheerder van Stadsel Eskamp, gemeente Den Haag. Ik ben verantwoordelijk voor het schoonheel en veilig houden van alle speelplaatsen in mijn stadsdeel. En ik ben hier vandaag omdat wij volgend jaar deze speelplaats gaan vernieuwen. En wij willen heel graag input verzamelen van de bewoners en vooral de kinderen die gebruik maken van de speelplaats. Met wat wij volgend jaar voor speeltoestellen kunnen plaatsen. Oké, en waarom willen jullie niet de speeltoestellen plaatsen? Nou, de speelplaats is, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar die is wel toe aan vervanging. En er mogen wel wat nieuwe uitdagende speeltoestellen komen, een beetje met de tijd meegaan. En het mag een gezellige plek worden, een ontmoetingsplek waarbij ouders met elkaar kunnen praten en waarbij de kinderen gezellig kunnen spelen. Is er ook een website waarop mensen kunnen kijken wat ze... Ja, vooral het invullen van de formulieren, dat kan nog tot 19 november. Dat kan via de retouren-envelop die erbij staat. In de retouren-envelop kan dat gewoon naar de gemeente gestuurd worden. Of er kan een mailtje gestuurd worden naar eskamp.denhaag.nl. En wat doen jullie allemaal precies? Ja, we voeren opdrachten uit van de gemeente. Ja, in de wijk. En wat doen jullie voor? Oplossen en dingen organiseren. Dus jullie zijn eigenlijk heel erg belangrijk voor deze wijk? Ja, eigenlijk wel. Een soort van? Ja. Vertel, wat is er dan zo belangrijk nog meer voor deze wijk? Wij hebben daar zulke kraampjes en dan hebben we daar opdrachten voor de kinderen. En dan hebben ze ook een beetje, zodat ze ook een beetje kunnen spelen. En dan hebben we ook een juf. En die gaat dan daar aan de kinderen vragen wat willen jullie vernieuwen en wat willen jullie met je opknappen. Oké. Nou, ik denk dat de wijk heel erg blij is met jullie. Heel veel succes met z'n allen.